Het overtollige water in het Boven-Saramakka-gebied trekt weg. Desondanks heeft het gebied nog te kampen met wateroverlast en alle naweeën daarvan. Benny Lefant, adjunct districtsecretaris van Boven-Saramakka in het resort Nieuw-Jacob Kondre, zegt dat er grote behoefte is aan hulp. Hij haalt aan dat er nog mensen in het gebied wonen die niet aan hun lot overgelaten mogen worden. Ano deta kwansani sang usref be wan suma di akoso da welu kugo na ala rekten kuyepi. Onda lek fa we shigaso, tufalak asakap chinso de presi no sungu moro, ma tok tanga no we onderfent laspe. Onda bepaalde presi bij voorbeeld inoma abra. Luku lek apasi sa umusre konjaso na New Jacob Kondre. SD we konjaso da we raka geconfronteerd na nga wan stand fu a water sodanig tak bijna de wagi noma abra. En na wan gevaarlijk situatie. Dus daarbij deze we doen beroep gewoon aan richting voor de overheid. Stade kan doen wat we beginnen multinational gas zo I am good. Maar we gaan in onderhandeling naar de ma unemang ba verstanding. Want de taki de ne deel naar bestuurdienst, de deel naar lokale gemeenschappen. Maar winst wij draaien, a bestuurdienst en ik onderdeel voor de lokale gemeenschappen. Want UNO EJP center asan gas. Dus heb de ne deel naar UNO. Probleem no de maramek de lukus de kandugi de gemeenschappen. Lefant zegt dat het water in het gebied bijzonder hoog was. De polykliniek en het gebouw van Mediceps waren deels onder water. De verpleegkundige is de dupe geworden van de overstromingen. Dan aosofen besumo. Want om mensen te vernietigen also. Wel aan de leven kan ik even foto of draai komen. Maar die amus komen kan om apsa. Alasi sumo. Dus na de standaardtemi toe, ja, zo. Lefant zegt verder dat het niet alleen het Boven-Saramakka-gebied last heeft gehad van de overstromingen. De samenleving is getuige geweest van de ramp die zich heeft voltrokken in vele gebieden in het achterland. Er moeten volgens Lefant voorbereidingen getroffen worden voor mogelijke herhaling.